Hallo. Welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn in deze vlog Vera en Villa Ricos geweest. En inmiddels zijn we weer in Nederland, waar het nat is. En ja, het is niet zo lekker. Maar ja, in Villa Ricos was het nog lekker weer. En daar kunnen we nog even van nagenieten. En jullie mogen meekijken. Dus we hebben er heel veel lol gehad op de markt. En ja, het was echt gezellig. Dus kijk maar lekker mee. Veel plezier. Ja. Ja. Dan wordt het spannend. Zou het goed gaan? De eerste keer tol deze reis. En een klein stukje ook maar. Als de schaduw meevallen. Zou wel denken. Maar nooit. Eerst deze camper met een mooie achtergrond. Foto. Oh ja. Ja, even op de spiegeltjes letten. €6,20. Oké, gracias. Adios. Klasse bier. Nou, was gelukt, hè? Ja. Goed zo. Oeh, had spannend. Daar gaan we weer. Volgens mij zijn we er bijna. En het is windy, hè? Ja, het waait wel hard. Ja. Met raam open voel ik het helemaal. Ja, hè? Maar je voelt ook met sturen. Ja, iedere keer word ik die strepen opgeblazen. Hoes? Oh. Ik heb niks te vertellen verder hoor. Heb je verder niks? Nee, ik ken het. Dus ik ben ook niet in beeld. Dus. Nou, en ik moet even dat. We zijn er bijna. Volgens mij zitten we al in Vera. We moeten nog zoeken waar de camperplaats is. Over 400 meter gaan wij de rotonde rechtdoor om op de N340A te blijven. Hoi. Nou, we zijn op een plekje aangekomen aan de zee. En ik vind het wel een mooi plekje. We hebben het eerst geprobeerd met twee plekken in Vera, gewoon officiële camperplaatsen. Maar nee hoor, allemaal vol. Behalve als je gereserveerd had. Dus ja, we hebben het misschien moeten doen dan. En nou ja,
dit is hoe het allemaal staat. Die staat dus wel aan het strand. Staan onderaan de archeologische zone, moeilijk woord. En zie je hier ook een hekje om een om stenen in staan. Ja, ik ben benieuwd wat er dan eigenlijk gevonden is, maar daarboven zie je wel die het gebouw. Daarboven nog weer een hubblepub en een Acropolis. Dus ja. En daar is een klein haventje. Nou, we lopen eventjes de bebouwing in. Kijken of we wat boodschapjes kunnen doen. Natuurlijk hebben we weer niet goed nagedacht over de tijd, want het is natuurlijk nu siesta en alles is weer dicht. En we wilden wat te eten gaan halen of ergens gaan eten. Nou, we hebben wel één restaurantje gezien wat open was aan dat haventje. Alleen weten we niet of dat toren erin mag. En het is eigenlijk voornamelijk vis wat ze daar serveren. Dus maar ik wil eventjes iets laten zien hoe het hier sommige plekjes eruit ziet. Kijk hoor, mooi. Dat is wel echt netjes. Heel leuk. Voorstellen hier zo als het lekker weer is. Hier kan je hier lekker fitnessen. Voor degenen die dat graag doen. En daar heb je een restaurantje. Gaan we eens even kijken. We hebben net ook al een ander restaurantje gezien. Wat open leek. En zo te zien is deze ook open. Ik zie mensen binnen zitten. Dus alleen even de vraag of dat onze lieve toren naar binnen mag. Nou, duimen. Nee, helaas mag niet. Een grote sticker op de deur. De honden er niet in mogen. Dus dan houdt het op. Heb je weer een avondje. En als er iemand een hostel wil kopen. Staat ik open hier. Nou, die boot die gaat uit het water gehaald worden. Maar het was dus andersom. De boot moest in het water. Dus, daar heb ik ook een tijdje een bootje gehad en getrailerd. Maar ik heb nooit met een band gedaan. Ik deed altijd met de auto een stukje het water in. En gewoon aan de trek haken. Maar ik denk dat het hier te stijl is of zo daarvoor. Nou, hebben we ook weer gezien.
Nou, de musjes die vinden de kruimels brood ook lekker hier. En ze komen echt binnen armbereik. Dingen, hè. Ze door te wachten dat ze de tafel af kunnen ruimen. Ik ga even wandelen. Daar staat de camper. Ik zal proberen om de microfoon een beetje uit de wind te houden, want er staat nog steeds behoorlijk wat wind. En er staan hier ook nog wel behoorlijk wat campers. Ik draai hem heel even om. Sorry alvast voor de wind. Als het te veel is, dan zet ik er straks wel een muziekje onder. Komt-ie. Helaas kun je hier geen mooie zonsondergang filmen bij boven zee bijvoorbeeld. Want die gaat aan de andere kant onder. Ik zal hem weer even draaien, dat je een beetje kan zien waar die onder gaat. Er komt misschien weer wat wind. Die kant gaat hij onder. Ja, je denkt dan dat hier alleen de campers staan. Maar daar staan dus ook nog een heleboel campers. Ik draai hem nog een keer, moet kijken wat daar ook nog weer van campers staan. We lopen nog even een stukje verder. Nou, hier staan die campers waar ik het net over had. Er staan er dus ook nog genoeg. Hè? Mooi, hè? Ja. Hallo! Daar zijn we weer. Hallo! Ik kan zeggen welkom bij een nieuwe vlog. Geen idee of dit een nieuwe vlog wordt. Maar in ieder geval, het is een nieuwe dag. Het is al middag. We hebben uitgeslapen. Ik in ieder geval wel. Want onze lieve vriend hier, Corin, die was een beetje ziek vannacht. Hè? Spugen, heel waterig. En maar gelukkig gaat het alweer beter. En heeft hij uiteindelijk wel weer wat gegeten net. Dus... En ik was sowieso al een beetje laat naar bed. Ik was nog laat met de vlog bezig. Volgens mij nog tot 1:30. En je moet dan ook nog opstaan omdat hij aan het uploaden gaat. En dan moet je hem weer een keer uitzetten. En komt meer bij kijken dan je zou denken. Hè? Maar we doen het voor jullie. We gaan even dit plekje verlaten. We stonden echt zo'n beetje op het strand. Het zout zit op de ruit. Dat kun je gewoon zien. Dus ik zal zo eventjes de knippen. Oh, en we hebben een briefje op de ruit, zie ik nu. Nou, kom ik toch nog even terug. Helma die heeft het briefje van de ruit gehaald. We hebben Serge en Bianca van Stemming Onbekend ontmoet bij Toilet Engel en Margot Bos aan het
praten waren. En ze staan op dezelfde plek. En nou ja, dit is het briefje. En er staat, jullie hadden nog alles nog dicht voor morgen, dus maar niet aangeklopt. Wij gaan naar de markt in Vera en misschien zien we jullie vanmiddag nog. Groetjes Serge en Bianca. Nou, leuk. Misschien komen we ze zo nog tegen. Ja, of later op de dag. Als er nog markt is om deze tijd, want we zijn mega laat. Maar ja, het is niet anders. Maar nou, we gaan ze nog wel zien, denk ik. Ja. Oké. Okay. Nou, dan was die weer. Doei. We zijn wel te laat voor de markt, dat wisten we al. Maar we zien nog de restanten. En wat er nog wel is, eigenlijk veel belangrijker, hè? Kipje. Dat hoor. Nou, en de restanten van de markt. Iedereen laat natuurlijk altijd de markt zien. Ja, wij laten het gewoon een keer zien als hij net opgeruimd is. Een keer wat anders. Anders doen we allemaal hetzelfde. Toch? Maar? We hebben wel een kippetje. We hebben een kippetje. Lekker hoor. We gaan morgen kijken, hè? Ja. De markt in Villa Ricos. Villa Ricos. Waar we staan. Dus, komt goed. Nou, de restant van de kerst zijn er nog steeds hier. Zien we wel veel hier in Spanje. Ja. Ze zijn er niet vlug mee. Met het opruimen. Nee, die koning is toch echt al lang geweest. Ja, en dat vieren ze hier zelfs nog veel meer dan bij ons. Dus. Oh, een beetje dezelfde kleur, hè? Ja. Oh. Nou, we zijn hier bij de Vera Gran Bazaar. Ja, als je naar binnen wil, dan doe maar hoor. Dan pas ik wel op de kip. Nou, hier dan. Ik ben benieuwd. Komt goed, ik zal er goed op letten. Ja. Goedemorgen is het weer. Nou, we hebben gisteravond een hele gezellige avond gehad met Serge en Bianca van Bestemming Onbekend. Die we tegen waren gekomen bij Engel toen we daar stonden te praten. En ja, zoals ik al zei, was hartstikke gezellig. En daar staat een getuige. Ja, ik bedoel ook die fles. Er zit nog wat over, er is nog wat over. Dus ja, het was echt super gezellig. Dus ik zou zeggen, volg ze. Bestemming Onbekend. Ze wonen in een camper met hun hondje. En voorlopig de eerste jaren zullen ze, tenminste sowieso het eerste jaar, zullen ze nog lekker op pad zijn met de camper. Ze werken nu niet, dus... belooft heel veel leuke avonturen. Wij volgen ze in ieder geval. Dus, en we gaan zo even naar de markt. Hier in Villa Ricos. Ja. En we gaan zien wat het is. En misschien komen we Serge en Bianca weer tegen. En we gaan ze sowieso nog wel zien. Dus, en straks gaan wij, als we terugkomen van de markt, gaan we naar Carboneras. Naar een camperplaats waar we vorig jaar ook al een keer zijn geweest. Die is toen goed bevallen. En wij gaan eigenlijk niet zo heel snel terug naar dezelfde plekjes. Maar dit keer wel. Dus jullie gaan het wel meemaken. Oké. Okay. Nou, we zijn op de markt. Ja. En kijk wie daar loopt. Als er iets lekkers te eten is, dan is hij erbij. Heerlijk. Ja, het is een leuk marktje. Ja.
Cambio, vento, saco, polo. Ya le da algo para bici o no. Wat? Zal ik een Louis Vuitton tasje kopen? Ja. Kan hè? Vind je dat leuk? Zo krijg je hem van mij. Nee, dankjewel. Nou, en ik ben ze iedere keer kwijt. Kijk, ik kom, dan is ze er niet. En dan loopt ze ergens in een kraampje. Hè? Ik ben toch op de markt. Dus moet je ook even mee blij, of niet? Dat is leuk. Jij kwam hier aan. Ik was helemaal blij. Nou, dat is nog eens wat anders, hè. Een markt met een haventje op de achtergrond. Nou, daar zijn ze dan, hoor. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Hoi. Dag. Morgen. Of is het al middag? Ja, kan maar zo. Nee, 11:17. Ja. Ja. Dit zijn de mensen waar we het zo gezellig mee hadden gisteravond. Dat was heel gezellig. Ja, ja. Dat gaan we, dat kunnen we wel eens een keer vaker gaan doen. Rustig. Ja, de honden die vinden elkaar ook leuk. Ja, ja, die willen heel stoeien. Ja. Ja, ja, oké. Hallo. Daar zitten ze weer. Wat ontbijt, hè? Zo, nou, we gaan weer vertrekken. Dat was de markt en het was hartstikke gezellig. Ook nog even gezellig gezeten met Serge en Bianca en afscheid genomen. En misschien dat ze ook naar onze camperplek toe komen waar we nu naartoe gaan in Carboneras. En ja, ze zijn lekker een kippetje aan het eten. Als ontbijt. Smakelijk. Eet smakelijk. Nou, daar staan ze aan de andere kant en we gaan nou vertrekken. Ja, dus, we gaan het mooie plekje verlaten. Ja. Zoek naar een nieuw plekje. Ja. Gaan we. Nou, wat ik al zei, daar staan ze dus, hè, die camper. Zwaaien. Ik even die kant op. Hobbel, hè?